Goedemorgen. Het is vandaag mijn eerste volledige dag hier in Negombo. Hier in Negombo is eigenlijk niet zo heel veel te zien. Maar ik heb geprobeerd om een wandelroute uit te stippelen van een paar uur. Dat ik toch wel een aantal dingen kan laten zien hier. Ik ben op dit moment aan het wachten op mijn ontbijt. En daarna, als ik gegeten heb, dan neem ik jullie mee in Negombo. Tot ze biedt. Ik sta hier nu aan de St. Mary's Church. Het is vrij toeristisch. Je hebt hier wel een aantal katholieke kerken. En deze is er een van en die is vrij toeristisch. Zoals dat je kunt zien, er staat een rij van aan te schuiven. Eigenlijk wel tof om eens te bekijken. Oké, we zijn nu een klein stukje verder. Hier achter mij is de vismarkt. Van 6 tot 8, 's morgens, heb je hier een markt. Nu, er zijn nog een aantal stalletjes, heb ik gezien. Dus ik ga hier nog een beetje wandelen. Maar het stinkt dus al van een aantal straten verder. Hè. Je riekt dat al, dat je in de buurt komt. We gaan even kijken naar de vismarkt nu. Oké, hier achter mij, daar dus, zie je nog een paar restanten van een Nederlands fort. Dat stamt uit de 17e eeuw. En nu wordt dat het enige wat je er nog van kunt zien van dat fort. Die ingang hier achter mij, die wordt gebruikt voor de gevangenis. Daar een klein beetje verder. Ik ga daar zo biedt even kijken. Maar het is wel interessant om een beetje van de geschiedenis van Negombo op te snaven. Dus ik ben hier nu gewoon een wandeling aan het maken. Het is hier echt, ik weet niet, warm. Een goede tip als je aan het rondwandelen bent, dat je genoeg drinken meepakt. Ik heb deze morgen 3 liter water gekocht. Het is nog maar middag en ik heb bijna niks meer. Dus ik moet even zien dat ik nog een paar liter water kan kopen. Maar de boodschap is dus genoeg drinken. En voorzichtig zijn als je het straat wilt oversteken, want het is hier super druk. Er zijn geen voetpaden of zo. Ze zien eigenlijk totaal niet als je wilt oversteken. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Dus als je niet oppast, kun je gewoon elk moment omvergereden worden. Door zo'n busjes, bijvoorbeeld, super gevaarlijk. Maar gewoon goed uitkijken. En zoals ze in de lagere school hebben geleerd, altijd 2 keren naar links en 2 keer naar rechts kijken. Alright. Het is ondertussen 2:30. Ik heb op dat plaatsje, waar je camion nu voorbij rijdt, ja, daar dus, heb ik een curry gegeten met rijst en eieren. Ik heb dat 120 roepies betaald. Op het moment dat ik daar heb besteld, was daar heel veel volk. Er zaten ook toeristen, dus ik dacht, ja, het zal dat wel goed zijn. Ik ga hier gewoon niet eten. Ik ga even verder wandelen naar daar. Mijn tour zit er bijna op. En daarna gaan we gewoon terug naar het hotel. Hè. Let's go.
Oké, deze is juist gebeurd. Ik was eigenlijk klaar met mijn wandeling. En ik had mij er gewoon ergens gezet aan dat kanaal, op een trapje. En komt daar iemand aan. En die mens, ja, die begint dan gewoon vriendelijk te vragen van... van waar zit je en wat heb je gedaan vandaag? En die bood mij een thee aan. Ik ben naar deze huis geweest. Dat was vlak bij dat kanaal. Dat zijn gewoon bakstenen en een golfplaat naast dak. Misschien hebben ze het zelf gemaakt, ik weet het niet, maar die mensen hebben daar dus eigenlijk niks. Ze hebben misschien stromend water, een beetje elektriciteit. En eigenlijk, ja, die leven daar constant in de stank, want dat kanaal dat stinkt daar vol een bak. Maar toch hebben die mij heel gastvrij ontvangen. En die woonde daar met zijn drie kinderen en zijn vrouw. Die heb ik ook leren kennen. Ik heb een foto gepakt. Dus als alles goed gaat, dan ga je dat nu zien. En nu ben ik onderweg terug naar het hotel. Want het begint hier serieus te onweren, of toch zeker te donderen. En ik denk dat hier wel zal uitvallen, zebiet. Ik ben ondertussen al even terug in het hotel. En dan heb ik terug afgesproken met Hugo en Denise. Ondertussen heb ik daar een foto mee. Ze hebben hun e-mailadres gegeven. Moest er iets zijn, dan kan ik ze altijd wel contacteren. En ik denk wel dat we contact gaan houden. Het zijn heel gezellige mensen. En voor hun leeftijd, wat die allemaal nog zien van de wereld. Ja, chapeau. Ik moest kijken, Hugo en Denise. Dank je wel voor de tips, voor de gezellige avond. Ik denk dat ik het niet beter had kunnen hebben om hier samen met allen in een hostel te zitten. Ik wens jullie nog heel veel succes met jullie komende reizen. En een goede gezondheid. En nog vele jaren. Morgen is een reisdag. Ik ga naar Sigiriya. Ik moet terug naar het busstation. Heel vroeg om de bus te pakken. En ik hoop dat het gemakkelijk wordt, want ik moet 3 bussen pakken naar daar. Maar we zullen zien. Voilà, dat was een beetje mijn dag. Een lange wandeling achter de rug. Een paar leuke momenten toch gehad. En ik zie jullie dan allemaal de volgende keer. Salut!